Dan het gevangenendilemma. Hoe bepaal je dat nou? Nou, we hebben net de dominante strategieën bepaald en we zijn erachter gekomen dat de uitkomst van het spel is dat ze allebei hun prijzen gaan verlagen. Dat zien we ook omdat, dat is de dominante strategie, we zien ook dat deze cel, dat daar allebei de getallen onderstreept zijn. Dus dit wordt de uitkomst van het spel. Allebei prijs verlagen. Van Vliet heeft een omzet van 5100 euro en Jonker een omzet van 2050 euro. Hebben we nu een gevangenendilemma of niet? Daarvoor moeten we kijken of dit voor beide de beste uitkomst is. Dus we vergelijken allebei prijs verlagen met allebei prijs niet verlagen. Nou, bij allebei prijs verlagen heeft Van Vliet een omzet van 5100 en Jonker een omzet van 2050. Als ze allebei de prijs gelijk houden, is de omzet van Van Vliet lager en de omzet van Jonker. Dus dat betekent dat deze uitkomst de optimale uitkomst is, dus dat er geen sprake is van een gevangenendilemma. Als er wel sprake is van een gevangenendilemma, dan zouden deze getallen allebei lager zijn dan die getallen. Tot zover het gevangenendilemma. Leuk dat je deze video bekeken hebt en tot de volgende examenvideo.